Oh, kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we bij Pokémon Diamond. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. En mensen, de vorige aflevering klonk ik nog een beetje raar met de microfoon, denk ik. Tenminste, raar wil ik niet echt zeggen. Maar het was zeg maar, ik zat er net iets te ver vandaan. Het is zeg maar de eerste video die ik opnam met deze microfoon. En ik vind het op zich, het is nog best wel... Ja, raar zeg maar voor mij, omdat ik natuurlijk altijd dit dingetje gewend ben. En ja, nu is het opeens anders. Nou gebruik ik opeens, ja, deze studio microfoon. En ja, dat maakt het opeens een heel stuk anders voor mij. En dan moet ik ook meer gaan letten op dat ik hier zit met mijn mond. In plaats van dat ik, ja, gewoon een beetje zo achterover kan zitten. Want jullie horen nu gelijk het verschil. Ik moet echt gewoon een beetje bij de microfoon in de buurt zijn natuurlijk. Maar wat we dus even gaan doen voor deze aflevering. Kijk, we moeten, zoals ik al zei, trainen. Maar we moeten natuurlijk ook de Eevees gaan doen. Want daar zijn we eigenlijk voor bezig. En ik heb de vorige keer ook heb ik een Pokémon natuurlijk meegenomen in de League. Dat was Gengar. En die heb ik daar ook gewoon helemaal getraind. Dus het is nou een beetje de vraag. Wat? The two don't seem to like each other much. Maar hoe zorg ik daar dan voor? Want hier kan ik niks doen aan de ondergrond waar ze in zitten eigenlijk. Even, ja, bij Pixelmon is dat natuurlijk zo. En hier niet. Wacht even. Volgens mij moet ik daar juist weer heel veel voor fietsen. Of tenminste heel veel stappen zetten. Dus wat we even gaan doen. Ik pak de fiets erbij. En nou weet ik toevallig dat hier ook gelijk een route zit, als ik alle trainers heb verslagen. Ja, kijk, je kunt hier echt, ook weer voor de mensen die Pokémon Diamond spelen en met eieren bezig willen gaan. Je kunt hier één lang recht stuk, hele tijd naar onder en naar boven gaan. Zo heb ik ook eigenlijk bijna al mijn eieren uitgebroed op Pokémon Diamond, waar ik dan mee bezig was. En dit is eigenlijk volgens mij een van de meest efficiënte wegen die je kan nemen om snel je Pokémon eieren uit te broeden of de breeding aan te laten gaan. Noem maar op. Ik weet alleen niet hoeveel stappen ik moet hebben gedaan ongeveer om een eitje hier te krijgen. Maar ik denk dat het er niet zo heel super veel zou moeten zijn. Even kijken hoor, want we gaan nu de hele tijd heen en weer. Ho, we moeten niet zo... Ja... Even kijken, moeten we al... Zijn we al ready voor... Of is er al iets veranderd? Nee, the two of them don't seem to like each other much. Wacht even, we gaan eventjes uitzoeken. Ex-Pokémon Diamond. Of nee, Breeding Pokémon Diamond. Even kijken, hoe kunnen we dat het beste doen? Breeding Pokémon Diamond. Even kijken. Same, different, same, wat? Original Trainer, ja, dat zijn ze allebei. Maar, wacht even hoor. They don't seem to like each other very much. Maar dan zijn ze van dezelfde. They don't seem to... Chance of an egg, 20% for... Oké, maar... Oké, ik heb geen flauw idee hoe dat dan precies werkt hier. Ik weet alleen dat ik... Maar wacht even. Duurt het dan een bepaald aantal stappen? Daycare... Or the Poké Nursery, wat? Oké, het zal wel. Ja, maar hoe kan ik er nu dan voor zorgen dat... An egg may be generated after every 256 steps. Oké, dus het, ik heb 20% kans elke 256 stappen die ik zet. Dus eigenlijk betekent dat gewoon dat ik gewoon zoveel mogelijk stappen moet zetten voordat ik een Eevee egg krijg, denk ik. En nou, daar zijn we ons best aan het doen natuurlijk. We zijn hier gewoon keihard aan het heen en weer fietsen. Hopen dat we dan een egg krijgen. Maar dat zou vast wel goed moeten komen. Eens even kijken. Je gaat keihard heen en weer natuurlijk. Want ja, ik denk dat we nu ongeveer wel weer twee keer 256 stappen hebben gedaan. Dus we gaan weer even naar die man toe. Oh. Wacht even. Ik ga nog even precies lezen wat hij zegt.
The two of them. The two don't seem to like each other much. Oké, dus dat is echt deze. En dat is dus echt 20%. Oké. Ja, nee, dan is het dus echt zo dat ik gewoon nog verder moet. En dat er een kleine kans is dat er een ei is. Maar dat er wel kans is dat er een ei gaat komen. Dat is natuurlijk wel zo. Maar dan zullen we nog een aantal keer gewoon voor heen en weer moeten blijven fietsen. En dan hopen dat we een ei krijgen natuurlijk. Want ja, ik heb geen zin om hier heel lang te wachten. En de hele tijd maar heen en weer blijven te gaan. En ja, oké, Dylan, je kunt gewoon weggaan ondertussen wat anders doen. Weet ik, maar ik wil even zo'n ei... Ah, hier, kijk. Oké, ja, geef maar hier. Oh, ik moet er ook echt room voor hebben. Oké, dan doen we dat even gauw. Dan zetten we eventjes zo. En het grappige is, wat ik vroeger met mijn DS altijd deed... ik was altijd hier dan gewoon aan het rondlopen. De hele tijd heen en weer. Maar dan zat ik ondertussen gewoon iets anders te doen. En dan ging ik gewoon met dat ei de hele tijd op en neer rijden met de fiets. De hele tijd dat paadje volgen. En dan uiteindelijk kwam die uit. Kan ik nu natuurlijk niet gaan doen. Want dat is ja, zwaar vervelend, omdat... Ja, dan ben ik alleen nog maar deze hele aflevering dadelijk dit aan het doen. En we weten allemaal wat eruit gaat komen. Het is natuurlijk een Eevee. Alleen, hoe lang duurt het lopen van een ei? It doesn't seem close to hatching. Ja, dat snap ik. Hatching diamond. Even kijken. Oké, ja, er zit een verschil tussen. En ik moet... Niesje, sorry. Zo. Oké, ik weet niet hoe dat klonk in de studio microfoon, maar het zal vast niet lekker klinken. Oké, fiets. Het kan dus 1000 stappen duren. Ja, ik ga het echt niet doen. Ik ga gewoon, waar ga ik heen? Ik ga denk ik trainen nu. Of ik ga naar een legendary. Moet ik alleen niet met een ei in mijn inventory doen? Ik zit even te denken. Waar zat alles ook alweer? Springpath. Springpath? Zat hij de eerste ook al? Ik kan me niet herinneren dat daar Springpath zat. Maar dat kan natuurlijk aan mij liggen. We gaan er gewoon even heen. Is dat dan van een legendary of zo? Doorrennen. En dan moet het hier aan de linkerkant zijn. Uiteindelijk. Oh, hier heb ik nog niet elke trainer verslagen trouwens. Dus het is slim als ik gewoon kijk. Hey, hier. Ja, wacht eens even. Het Springpath. Spring. Is dat niet van Giratina? Even kijken hoor. Springpath. Pokémon Diamond, Old Chateau. Oh, wacht, er is nog een cave. En in die cave... Zit daar een legendary dan? Ja, Giratina, inderdaad. Het is toch waar ik het over had. Er zit alleen geen Pokécenter of iets. Dus, dat betekent dat wij... Giratina is level 70. Dat is... En op Platinum is die 47. Damn, dat vind ik wel heel erg kloten. Want eigenlijk wil ik hem wel graag hebben, maar... Ik weet dat het kapot moeilijk gaat zijn op dit moment. Level 70, ik bedoel, we hebben nog niet eens een level 70 Pokémon mensen. Dus dat is, ja, dat is echt kloten. Maar ik weet niet hoe ik dat dan ga doen. Dat kan ik beter nu nog niet gaan doen. Ik kan beter nu nog eerst even wat anders. Wat ik sowieso moet gaan doen is trainen. Dat is één ding wat zeker is. Ik zal het nu proberen in de dagen dat ik nu vooruit heb opgenomen. Zal ik proberen te gaan trainen. Ik kan niet beloven dat ik de volgende aflevering bij u ben met een volgetrainde Pokémon natuurlijk. Maar
We kunnen toch wel eventjes alvast een beginnetje maken. En dan laat ik jullie ook zien hoe makkelijk het nu is om de league te verslaan, kappa. We zullen vast wel nog wat potions nodig hebben en zo. Ik weet niet hoe het daarmee eigenlijk mee zit. Want we hebben wel al een paar keer natuurlijk nu de league gedaan met dezelfde potion. Oh, oké, ja, daar moeten we nog wel genoeg aan hebben. Dan moet ik wel zorgen dat ik alle Pokémon bij me heb die ik nodig heb. En we kunnen misschien nog iets gaan trainen. Is er nog iets wat nu echt getraind moet worden? Ja, Gibble kunnen we wel meenemen. Dat vind ik een hele goeie, Gibble. Laten we die dan maar meenemen, want we wouden altijd nog een Garchomp. We hebben hem niet voor niks gevangen. Het ei kunnen we wel even lekker hier neergooien, want die gaat toch niet omhoog in de league zelf. En wie heeft de XP share? Oké, Gyarados heeft de XP share. Oké, die hebben we gepikt van Gyarados. En dan geven we jou even de XP share. Even kijken. Oh, nee. Naar beneden, 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 naar beneden. Hoppakee. Oké. En dan doen we die weg. En dan doen we sowieso Rapidash voor in de plaats. Dan hebben we nu dus... Ja, dit was wel ongeveer het team wat ik nodig had. Oké, mooi. Dan gaan we dat alvast doen. Dan maak ik alvast een begin aan het trainen in deze aflevering. Dan weet ik in ieder geval zeker dat ik ondertussen doorga de volgende keer. Even kijken, we zetten Rapidash op die plek. Oh, verkeerde knopje alweer. En dan gaan we nog even healen. Voor de zekerheid, ik zag dat Gyarados wat HP miste. Niet dat het heel erg is, maar ja, we moeten toch gewoon full HP hebben. En dan moet het, als het goed is, veel vloeiender gaan als de vorige keren natuurlijk. Jullie hebben de één keer hebben jullie het gezien. Toen heb ik het natuurlijk helemaal opgenomen. En de tweede keer hebben jullie niet eens gezien. En ja, toen ben ik er eigenlijk vrij snel doorheen gegaan samen met Gengar. En ik miste dus eigenlijk zelfs één van mijn main team. En dat was volgens mij Luxray, als ik me niet van kan vergissen. Dus ja, heb ik... Oh shit, heb ik nou Rapidash op eerste plek gezet? Hopelijk wel. Ik weet het niet eens zeker. Heb ik Rapidash op 1 gezet? Toch? Please? Please? Ja, oké. Rapidash staat op 1. Gelukkig. Anders zou ik het al gelijk weer verkloot voor mezelf. Wat we gaan doen, we gaan gewoon flamethroweren. Want ja, oké. Fire Blast werkt in één keer. Maar flamethrower is gewoon wat makkelijker. Is sowieso raak. En ik heb geen zin om te gaan missen. We hebben toch potions bij ons en weet ik veel allemaal. En... Oké, ja, nou dan gaat die dus de volgende turn direct... Ah, doet die toxic. Really, dat is zo'n toxic move, hè. Oké, nou gaat hij zichzelf healen. Ja, en dan komt de full restore. Dat is zo... Oh, al die trainers en al die gymleaders... of tenminste, al die hoge trainers... Ben je al gymleaders, de League, de Elite Four dus... Altijd hebben ze potions bij hun. En altijd die verdomde full restore in de League. Daar word je zo moe van. Oké, hurt by potion. Ja, dat snappen we ondertussen wel. Daar moeten we wel van afkomen trouwens. Want dat is heel erg irritant als we dat... Ja, als we dat dus gewoon houden, want dan gaan we steeds meer HP verliezen en dan gaat dadelijk onze Rapidash dood. En als er één trainer is waar Rapidash niet dood mag gaan, is dat sowieso deze wel. Gibble is al level 16, dat gaat snel. Ja, rot op met die potion, man. Vesperqueen, ja, laat Vesperqueen weer komen. Ja, maar ik kan aan de andere kant... Ah, triggered. Oké, we gaan zo ver mogelijk proberen te komen met Rapidash en daarna zien we wel. We kunnen natuurlijk altijd gewoon revive gebruiken straks. Fire Blast, nou wel. Vesperqueen, die moet ik gewoon in één keer dood hebben. Anders krijg ik zo'n Signal Beam volgens mij op mijn hoofd. Of het Attack Order. En dan krijg ik gelijk een heleboel damage. Ben ik sowieso dood. Dus kan ik beter... Huh? Had ik dan de vorige keer een critical hit of zo? Oh, hier, Defend Order. Gelukkig. Dat maakt niet zo heel veel uit. Gelukkig doet hij het hele team niet. Dat had echt heel erg kloten geweest. Nou, we zijn gewoon voor de tweede keer de league aan het doen. Vind ik wel leuk. Gewoon op opname. Misschien jullie wat minder. Maar ja, de trainer moet gebeuren. We moeten toch echt die legendaries nog vangen. En we hebben nog... Even kijken, dit is aflevering 92. Dat betekent dat we nog maar... nog 8 afleveringen hebben voor Heatran, Giratina en Cresselia. Dat zijn sowieso de 3 die we moeten vangen, want die zitten al in het wild.
maar die andere niet. Dus dat wordt sowieso lastig. Ik denk dat we sowieso helaas... Ja... Oh, wacht, ik kan een full restore geven trouwens. Ik denk dat we helaas een paar zullen missen. Arceus, Darkrai, Shaymin. Ik vind het jammer, maar... Het is niet anders, denk ik. Oh, terwijl ik weer aan het gapen ben onder de Pokémon Diamond aflevering. Dat gebeurt me zo vaak. Ik wil gewoon echt door naar het volgende spelletje. Ik heb daar zoveel zin in. Ik weet niet. Dat, ja, gewoon weer opnieuw beginnen, maar dan weer met een andere game weer. Een story die ik al eens heb gedaan. Ja, alle spellen voor de Nintendo DS heb ik al gedaan. Behalve natuurlijk voor de Nintendo 2 en 3 DS. Daar ben ik ja, nog niet echt veel aan begonnen. En die, ja. Maar goed. Fire Blast ook weer op deze Heracross. Die zou ook weer een heleboel damage moeten krijgen. En ik hoop trouwens dat mijn microfoon iets beter klinkt als de vorige aflevering. Het was niet slecht de vorige aflevering. Maar ik kon gewoon echt merken dat ik er iets te ver vandaan zat. En volgens mij zit ik er nou gewoon precies goed voor. Zo niet, dan moeten we dat natuurlijk altijd nog aanpassen. Maar ja, het is even een nieuwe microfoon. Het is allemaal even wennen. Dus dat, maar dat komt vast wel goed. Even kijken. Drapion, die gaan we ook slopen, om zo maar te zeggen. Fireblast, please raak. Juist, die gaat ook weer raak. Kunnen we hem dan in één keer neerkrijgen met Fireblast? Volgens mij wel. En dan ben ik ook gelijk level omhoog. Als het lukt. Oh, nee, jezus. Icefang, oké, die is niet zo heel erg schadelijk voor mij. Die mag hij nog wel een paar keer doen. Kan... Bounce. Ik weet niet, ik voelde gewoon om Bounce te doen. En hij is natuurlijk gewoon een Burk, dus die kan daar toch niet tegen als het goed is. Mist is een attack. Are you kidding me, Rapidash? Geef ik je de kans om hem af te maken? Ja, doe dan maar Fire Blast. Ook die kans verpest je. Oké, dan heb je nu nog één kans om een Fire Blast te doen, ja? Eén kansje. Ja, oké. Nou is die wel dood. Amen. En dan hebben we hierna alleen nog Beautifly en dan is het klaar. Even kijken. Ben je nou serieus? Oké, volgens mij gaat hij daarop geen full restore gebruiken. Als ik nog überhaupt een flamethrower kan doen. Oké, ik kan er nog één doen. Nee, hij gebruikt daar geen full restore op. Mooi. Oké, dan is deze ook weer dood. Dan hoeven we alleen de Beautifly nog. En die kan volgens mij zelfs met een flamethrower neergehaald worden, denk ik. Hoppakee, level 57. Nice. En... Nou, kom maar op met die laatste Pokémon. Gibble level 19, die gaat ook de goede kant op. Hij wil Sandstorm leren. Keep old moves. Want hij leert veel betere moves straks nog. En nu boeit het toch niet, want ik vecht er niet mee. Als ik er meer in zou moeten zetten, zou het niet best zijn. Even kijken. Flamethrower weer doen. Ik hoop dat hij hem in één keer killt. Zou heel erg mooi zijn. Dan is deze fight gelijk over. Kan ik de aflevering afsluiten? Want anders krijg je weer zo'n enorm lange aflevering. En ik vind het zonde om midden in de battle dat te doen. Nice. Oké, die is ook in één keer dood. Goed mensen. Wat ik dus ga doen sowieso is één keer de league afmaken. Hopen dat ik daardoor een beetje genoeg getraind heb om sowieso naar een legendary toe te kunnen. Ja mensen, ik wil jullie voor deze aflevering in ieder geval allemaal weer heel erg bedanken. Vonden jullie het weer leuk? Doe natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.